Wilden. En waarom zijn deze rappers zo bekend en succesvol terwijl ze gewoon contradictoire boodschappen geven? Ik denk omdat beide boodschappen mensen aanspreken. Yes. Dus mensen kunnen zich relateren. Ja. Maar ik weet dus niet of die, of die boodschappen ook daadwerkelijk tegenstrijdig zijn. Ik, het idee dat ik soms heb is dat die eerste boodschap de eerste is van: oké, okay, ah, ja, oké, okay, ik ben wel aan het opscheppen, maar. Oef, dus wel. K.A. is daar denk ik een goed voorbeeld van. Die, die, die rapt over dat hij dat wakker wordt s'nachts in het zweet. Um, baden in het zweet, sorry. Uh, rapt ook over dat hij een RSS heeft. En dat is allemaal heel tof. Maar het is niet meer zo tof met die line ervoor. Je denkt wel van: oké okay, shit, man. Dit, dit is een harde wereld. Absoluut. En op een gegeven moment komt daar een referentie naar religie in. En wat, wat ik het gevoel heb dat daar gebeurt, is dat, dat daar een. Een luikje wordt geopend naar een andere wereld. Een wereld waar zij misschien veel liever tot toetreden. Of in ieder geval verlossing kan, kan bieden van het lijden waar ze nu in vastzitten. Um, en dan is die. Er die, is wel een contradictie, zeer zeker. Maar ik weet niet of, daar, of, dat, of dat puur hypocrisie is. Nee, ik had het wel. Uh, voordat de Kamers aangehangen. heb ik het ook zo bestempeld, uh, bestempeld als hypocrisie. Maar daarmee wilde ik gewoon een statement maken. Is mm -hmm. Sorry, met alle respect. Make up your mind. We hebben, ja, soms ben ik ook zo uh, mm -hmm. uh, bruin en zwart ja nee. <laughs> heb ik witte wit achtergelaten <laughs> I ain't no racist man come on en, maar wat ik wil zeggen is dit um, oké okay, dus deze rappers zij uh, hebben gewoon bepaalde boodschappen, zij geven bepaalde boodschappen af, uh, Dunia gerelateerd en ook Dien gerelateerd zijn ze dan een hypocriet? nee, uh, niet per se but you gotta make up your mind. Een persoon zei het heel mooi tegen mij, mijn broeder. Uh, als ik zijn naam ga noemen, gaat hij het niet leuk vinden, dus ik hou het daarbij. Hij zei van, je hebt maar één hart. Mm -hmm. Jij moet kijken waar jouw hart vol van is. Ja? En ik zei tegen hem, ja, eigenlijk moet je hart vol zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Mm -hmm. Alles waar je hart dan naar neigt, buiten Allah subhanahu wa ta'ala, moet je dan niet naar neigen. Maar om dat te doen, moet je het eerst uit je, te ha uit je halen. Mm -hmm. Dus je moet je hart weer legen, zodat je weer kunt opvullen voor enkel Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dus heel veel rappers, net zoals heel veel mensen, en als het over islam hebben, heel veel moslims, leven in die duale wereld mm -hmm. van ja. Dien en dunya, mm -hmm. van East en West. Ja, en sommigen blijven daar gewoon haken. Mm. En als deze dunya bepaalde regels heeft om geld achterna te gaan of uh, de belangrijkste individu te worden, fame te hebben, heb je islam die jou trekt naar Allah subhanahu wa ta'ala. You can't have both. Nee, nee, absoluut En heel veel mensen willen boven of neigen naar dien, maar weten dat ze traps zijn in de dunya. Mm -hmm. Ja, dat is dan jouw uitdaging en jouw struggle. Ja. Maar het feit dat je neigt naar de dien... Betekent niet dat hetgeen wat je zegt over de dunya, mm -hmm. dat dat allemaal kan worden goed uh, gesproken of uh, kan worden gecamoufleerd. Nee. Dus uh, people, rappers, whoever, influencers, you gotta make up your damn mind. Because at the end of the day, mm -hmm. het feit dat je naar religie neigt, hoeft niet ervoor te zorgen dat je zult worden vergeven.